Dit is Radio Rijnmond met Alfred Blokhuizen. Nachtwerk, nachtgedachten met Han van der Horst. Het is inderdaad weer tijd voor de nachtgedachten van Han van der Horst hier in Nachtwerk. We hebben een Skype-verbinding met Schiedam en daar vandaan komt zijn column. Ga je gang, Han. De Kuip, lieve vrienden en vriendinnen, de Kuip is een schitterend monument in het aan monumenten zo arme Rotterdam. De Kuip woont in het hart van iedereen binnen het bereik van deze zender. Ook als je voor FC Dordrecht bent, Sparta of Excelsior. Dat komt niet alleen door de stalen schoonheid van dit unieke bouwwerk. Dat komt ook omdat we weten dat het is tot stand gekomen doordat de Rotterdammers van alle klassen en standen er de schouders onder zetten. Door Van der Vorms geld, door de onvermoeibaarheid van het Feyenoordbestuur, door de inzet van duizenden werkers. Daarom kon in de vorige crisis, die van de jaren 30, de Kuip toch worden gebouwd en wie daar binnentreedt, ook al is het niet voor een wedstrijd, maar voor zo'n rommelmarkt, wie daar binnentreedt, ruikt het zweet van 80 jaar geleden, maar voelt ook het enthousiasme van de bouwers van toen tegen de klippen op. Daarom ook is zo onbegrijpelijk de haat van het huidige Feyenoord establishment tegen die Kuip. Tegen alles wat de traditie, de kracht en de hoop van hun club in staal zichtbaar maakt. Het doet er alles voor om het door Rotterdammers met een hart in hun verdommenis afgewezen barbaarse plan om de Kuip te laten verdwijnen, om dat plan er toch door te drukken. Eerst werd het reddingsplan van een groep echte Feyenoord-liefhebbers rond de Rotterdamse architect Joris Molenaar op een zijspoor geschoven. Men ging in zee met het groot kapitaal en waaratje. Achteraf blijkt het plan toch onhaalbaar en liggen alle kaarten weer op tafel. Waar doet me dit alles aan denken? Dit doet me denken aan Haremintrisis. Dit doet me denken aan grootvizier Ibrahim en de sultane Mehdi Devran. Als u niet van Turkse afkomst bent, lieve luisteraarster, weet u waarschijnlijk absoluut niet waar ik het nu over heb. Bent u dat wel? Dan zult u het meteen begrijpen. Even uitleggen. Een beetje rondstruinend op YouTube stuitte ik eind vorige week op een Turkse tv-serie met Engels onderschrift. Wat doe je dan? Je klikt voor de aardigheid de eerste aflevering eens aan. Wat zouden die Turken nou mooi vinden? Sindsdien ben ik hopeloos verslaafd. Binnen 10 minuten was ik reddeloos verloren het verhaal ingezogen van Sultan Süleyman en zijn geliefde slavin Hürrem. De serie is op historische feiten gebaseerd, al wordt met die feiten natuurlijk losjes omgegaan. Sultan Süleyman de Schitterende, of de wetgever, zoals ze in Turkije zeggen, was een jongere tijdgenoot van Erasmus. Hij geldt als de beste en meest intelligente bestuurder die het oude Turkse Rijk ooit heeft gehad. Behalve legeraanvoerder en wetgever was Süleyman ook nog een begenadigd dichter en een verdienstelijk edelsmid. In de harem van deze opmerkelijke figuur komt een Russisch slavinnetje met de naam Alexandra terecht. Ze verzet zich eerst heftig tegen haar lot, maar kiest dan eigen voor haar geld. Ze gaat ervoor, totaal, helemaal. En ze wordt de geliefde van Sultan Süleyman, die haar de Turkse naam Hürrem geeft. De echte sultan heeft haar zelfs getrouwd en ze zijn bijna een halve eeuw bij elkaar gebleven. Ze liggen dicht bij elkaar begraven in het Süleymaniye-complex dat de verliefde sultan in Istanbul heeft laten bouwen. De Hürrem uit de tv-serie is steeds bezig om pogingen van concurrenten zoals Mary Vredran af te slaan om haar positie te ondermijnen. Ze heeft de moeder van de sultan tegen zich en diens voormalige lievelingsvrouw Mehdi Devran. Ook Ibrahim, grootvizier en persoonlijk vriend van de sultan, toont zich verbitterd en jaloers. Hij is getrouwd met Hatice, de zus van de sultan, en die is de afgelopen weken mijn favoriete geworden. Mijn persoonlijke favoriete. Haar rol wordt gespeeld door Selma Ergeç, een jonge vrouw die in het echt behalve actrice ook psycholoog en fotomodel is, terwijl ze naast Turks een aantal Europese talen vloeiend spreekt, omdat ze in Duitsland is opgegroeid. Het is een en al dubbelspel in de serie om ervoor te zorgen dat er een wieg gedreven wordt tussen Hürrem en de sultan. Daarbij wordt geen enkel middel geschuwd. Ook Hürrem laat zich niet onbetuigd. Ze zorgt ervoor dat het dagboek van Ibrahim wordt ingesmeerd met een langzaam werkend gif. Een buitengewoon mooie Spaanse prinses die de sultan cadeau heeft gekregen nadat zij door piraten was gekidnapt, ontvangt van Hürrem een kist met een gifslang erin. Als ik het allemaal kort moet samenvatten, liefde en jaloezie, moord,
doodslag décolletés. Geweldig. Op de website van dit programma heb ik een link geplaatst naar de eerste aflevering van de serie met het Engelse onderschrift en naar foto's van haar tietje. Ook vindt u een afbeelding van een mooie ring die u aan uw geliefde kunt schenken. Voor als u straks niet kunt slapen. Of anders voor morgen. Hoe dan ook, de gang van zaken rond de Kuip deed me sterk denken aan die serie. De Kuip betekent voor Rotterdammers wat Hürrem betekende voor Sultan Soleiman. De Kuip is onze favoriet. De Kuip is nooit uit onze gedachten. In de Kuip voelen wij ons op onze plaats. Dan vindt er een soort mentale, een soort psychologische thuiskomst plaats. Hoeveel verleidingen wij om ons heen ook waarnemen, tot de Kuip keren wij steeds weer terug, net als Sultan Soleiman tot zijn Hürrem. Maar de intriges gaan door. De valse grootviziers, de jaloerse concurrenten, de dubbelhartige eunuchen verzinnen steeds weer nieuwe listen om ons van onze Kuip af te houden. Dat is wat er opnieuw gaande is in Rotterdam. Die Feyenoordbestuurders, die lui van de BAM, zijn net zo dubbelhartig als de eunuchen uit de harem van Sultan Soleiman. Eigenlijk zouden niet alleen de Feyenoorders, maar ook de FC Dordtenaren, de Spartanen, de fans van Excelsior en het hele amateurvoetbal in de regio zich in moeten zetten voor het behoud van de Kuip. Het gaat om de ziel van ons gebied. De Kuip is te belangrijk om aan het Feyenoordbestuur over te laten. Ja, zelfs te belangrijk om over te laten aan de Feyenoordfans. En wie werkt er in de nacht? Taxichauffeurs, verpleegkundigen, mensen in de continu, agenten, havenwerkers. Iemand moet het doen. Nachtwerk. Ja, ik ben ook de klos. Alfred Blokhuizen. Heel veel lekkere muziek. En ik praat met mensen over het nieuws dat hen persoonlijk raakt. Niet slapen, werken. Nachtwerk. Zondagavond na 12 hier op Radio Rijnmond. Nachtwerk. Nachtwerk met Alfred Blokhuizen. Ben je aan het werk of ben je nog wakker? Radio Rijnmond 93.4.